rechtstreeks zal proberen. En dat is ook zo. En Maurice. Eerst hier de vrije schop inderdaad van Ito. En Maurice die kon makkelijk pakken. Dat was in het begin hier de Waas dan. Vond Odij. Zette daar iedereen in de wind. En wie was daar? Jawel, het was Joseph Painsel met rechts goed geplaatst. En zo de 1-0. Bal van de Waas was zeer de moeite. Odij hield twee mannen aan de praat. En de vrijstaande Painsel kon er 1-0 van maken. Odij is zeer bedrijvig. Heel goede eerste helft van hem. Kan echt wel terugkijken op een goed debuut, zeg maar, van het nieuwe seizoen. Ito werd dan foutief neergehaald in de 16. Een paar minuten later, een minuutje zelfs maar. Hamzawi. Maar Deli kon dat cadeautje, of ja, cadeau is het niet echt, maar toch de strafschop niet verzilveren. Anthony Maurice ging de goede hoek uit. Dan Odij vond Deli. Hamzawi had dat niet goed door en zo was er veel ruimte voor Mats. Muller, Deli om met rechts de 2-0 binnen te prikken. Goed afgewerkt. Het goede werk van Painsel, het overzicht van Odij en nu wel de bal tegen de netten voor deze man. En dan tenslotte nog een vrij schop. De goede kans voor Sebastian de Waast. Anthony Maurice kon die goede poging pareren. Dan Nielsen goed meegenomen hier met het hoofd. Maar de voorzet had Van de Voort goed gezien. En zo toch nog het schot van Ficel, maar ze had niet genoeg kracht achter en vooral finesse. Oendaf probeerde nog eens naar Ficel en hier Tabeku. Dribbelde nog tussen twee man, maar het puntertje, het ging net naast. En dan de laatste fase van de eerste helft. Dat was hier de Waast. Ito Rozovski zag Painsel staan. De heel goede actie van Painsel en de Dito-afwerking. En zo 3-0 voor KRC Genk in deze eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Die begon minder goed. Nigren hier met de foute inspeelpas en dan ook nog eens de fout op Ficel. Ook de vrije schop van, Hamzawi blijkbaar op de bovenarm, rug. Wat zal het zijn van Lukumi? De bal ging alleszins op de stip en de bal ging ook in het doel achter Denny Vukovic. En zo was het 3-1. Dennis Oendaf. 53 minuten ver waren we toen. Sierra had hier een goede voorzet of een goede pas op Dessers. En dan de pas van de Norren was het. En dan Dessers voorlangs, dus een paar centimeters. Duomo, ook hij, zelfde voorzet. Andere kant. Dessers was een beetje verrast met dat hij die bal toch kreeg via Bongonda. Maar dat is hem vergeven. Dat is niet simpel om die alsnog koelbloedig af te werken. En matchritme zal daar ook wel mee te maken hebben. Borges dan kwam goed naar binnen. Dessers, goede aanname, maar minder goed om mee te nemen. Dit was heel goed gedaan van Ooyen. Duomo tegen de paal. Beetje de beste kans wel van Genk, denk ik, in deze tweede helft. Dessers, dat bruggetje of dat die dummy van Luca Ooyen getuigt van heel veel voetbalintellect. Sierra hier, Duomo opnieuw. Hij ging de dribbel opzoeken en opnieuw die kortste hoek viseren, maar nu ging de bal in het zijnet. En bleef het dus 3-1. Aan de andere kant was er de voorzet voor Charlie Brown. Het was ook buitenspel van hem. Maar de parade van Denny Vukovic, willen we u toch niet onthouden, was zeker wel verdienstelijk. Ooyen hier met balverlies. Charlie Brown en Ba. Maar opnieuw Denny Vukovic. Die het moeilijk genoeg maakt. En vooral opnieuw John Lukumi natuurlijk. Hè. Als we één naam moeten opschrijven als beste speler van de tweede helft, dan zal dat sowieso John Lukumi zijn. Bongonda met de laatste kans eigenlijk nog van die tweede helft
kwam goed naar binnen, viseerde de verste paal. Maar Anders Christiansen, die kon dat verhinderen.